ik heb al echt heel de dag iets, echt iets in mijn oog zitten. En ik krijg het er niet uit. En ik weet dat je dat niet mocht wrijven en zo. Maar ik weet ook niet wat je dan wel moet doen. Het is echt zo irritant. Dus als ik er de hele tijd uitzie alsof ik zo'n rare tik heb, dan weet je hoe het komt. Ik heb vandaag heel de dag aan de boot gewerkt. Ik heb zo planken gezaagd en zo. En al die splinters, ja, zaagsel, soort zaagsel, vliegt dan in het rond. En af en toe komt er dan iets in je oog. En dan 2 minuten daarna zit je dat vergeten. Maar vandaag is het gewoon anders. Het is echt al heel de tijd dat mij blijft irriteren. Het is ergens iets achter of zo. Dus ik ga straks gewoon mijn hoofd eens in het water steken en mijn ogen open doen en hopen dat het losgeraakt. Maar wat ik vandaag gedaan heb aan de boot, kan ik nog niet veel van laten zien. Het heeft te maken met de banken buiten. En die kan ik alleen maar laten zien als die helemaal klaar zijn. Nu is dat gewoon zo nog een beetje een werf. Het is een beetje een speciale week, want ik weet niet of je u nog herinnert dat ik een tijdje geleden zo'n hele dag op Q moest zijn. Omdat er studenten van de Q Academy een hele dag op de radio kwamen. Maar dan enkel online. Nu deze week en volgende week gaan die hun eindexamen doen van de Q Academy. En dat is 's nachts tussen 1 en 3 mogen die allemaal 2 uurtjes presenteren. En ik ga altijd mee naar de studio om gewoon er te zijn voor hun als er iets misgaat of als ze vragen hebben. Of ze wil eigenlijk zeggen dat ik tot 3 uur op Q ben, dan nog naar huis rijd om 4 uur in bed. En dat is weer even het ritme helemaal aanpassen. En dat is niet zo makkelijk. En er hebben al veel mensen gevraagd hoe het met mijn fitness voornemen is. Goed, ik probeer echt 2 of 3 keer per week minstens toch te gaan. En het voordeel is dat die fitness dag en nacht open is. Dus bijvoorbeeld deze week, als ik 's nachts moet werken, kan ik voor het werk nog eerst gaan fitnessen. Ik ben een paar dagen geleden om 2 uur 's nachts nog geweest. En hoe crazy het ook is, er was nog 30 man bezig. Maar ik vertrek tegen 1 uur of 12, dus middernacht, naar Q. En het is nu 9:30. Dus ik denk dat ik eerst nog 1 uurtje of 2 ga fitnessen en dan gewoon vandaar doorrijd. Voilà, ik heb een goede workout achter de rug. Ik bedoel dat niet letterlijk. Ik zie ook wel dat er achter mij een lege autogarage is. Maar ik heb goed getraind. Borst en biceps gedaan. En dat ding zit nog altijd in mijn oog. Ofwel is er gewoon iets anders mis met mijn oog. Maar het voelt de hele tijd alsof er iets in zit. En het is heel irritant. Maar ik hoop wel echt dat dat tegen morgen toch, als ik wakker word, gewoon weg is en alles terug normaal is. De reden waarom dat mijn haren totaal verschrikkelijk liggen, is omdat er in de fitness wel een douche is, maar geen haardroger. En dan krijg je dit. Yo, Jean-Paul. Jean-Paul. Dag beste kijkers. Trouwens, over gezondheid en zo gesproken. Gisteren zat in het nieuws dat 1 op 3 mensen in de wereld te dik zijn. En in België is zelfs de helft van de volwassenen te dik. En met te dik bedoelen ze mensen die een BMI, een body mass index, hebben van 25 tot 30. Als je hoger dan 30 hebt, dan ben je zelfs obese. Die BMI moet je dus berekenen aan de hand van je geslacht, leeftijd en dan je lengte en je gewicht. Man, ik ben 28, 1,71 meter en ik weeg ongeveer 68 kilo. Bereken 23,3 gezond gewicht. Maar dat wil dus zeggen, mijn BMI is 23,3, dat ik eigenlijk al tegen de bovengrens zit van een normaal gewicht. Dus als ik gewoon nog een beetje meer eet en Red Bull waar wel suiker in zit, drink, dan heb ik bijna overgewicht. Dus dat is wel logisch dat 1 op 3 van de hele wereld overgewicht heeft. Maar ik vind wel dat er vaak licht overgegaan wordt. Mensen die eigenlijk ietsje te zwaar zijn. Want je hebt bijvoorbeeld ook vloggers die dan zeggen van ja, en het is echt oké en je moet echt jezelf zijn, ook al ben je super dik. Ik heb het natuurlijk niet over mensen die een aanleg hebben om gemakkelijker gestrest te worden en zo. Ik weet dat dat heel moeilijk is voor sommige mensen. Ik heb makkelijk spreken, want ik ben gewoon niet dik. Maar ik vind wel niet dat je mocht zeggen, het is oké om ongezond te zijn. Dat je dat promoot. Hè. Dat is gelijk tegen iemand zeggen, hey, roken, top, doe maar. Dat vind ik echt niet. Ik vind gewoon dat je wel je best moet doen om een beetje gezond door het leven te gaan. Want hoe het ook draait of keert, als je echt een probleem hebt met je gewicht, dan gaat je later ook gewoon last hebben van andere dingen. En dat willen we niet. Ik wil dat je nog lang blijft leven. Ik heb daarnet de bestanden op mijn MacBook Air opgekuist, want hij wordt vervangen. Ik heb die al een paar jaar. Topding. Als je gewoon wilt photoshoppen of een brief typen of wat surfen of weet ik veel wat je er nog allemaal mee wilt doen. Maar er is één ding dat je er niet mee moet doen en dat is video monteren, want daar is hij te traag voor. Maar afgelopen maandag heeft Apple
de nieuwe MacBook Pro's voorgesteld en ik heb er eentje besteld. En ten allervroegste zou die deze week aankomen, maar deze gaat weg. Stoffel. Voilà, en nu wachten op de nieuwe. Dat is niet waar. Zot. Ik ga die niet in de vuilbak gooien. Hoe was het? Goed. Dat was tof. Maar luisteraars van Q zijn echt lief. Ik had dat niet verwacht. Allee, ik had niet verwacht dat ze niet lief gingen zijn, hè, maar ik had niet verwacht dat ze dat zo spontaan zouden vertellen. Ja, zo iedereen opgetrommeld om goede sms'jes te sturen in de hoop dat de baas dan ook de sms'jes leest. Oh, het is nu 4:00 PM. Ik denk dat nu ongeveer mijn oog bijna terug in orde is. Ik heb er al even geen last meer van. Nu goed slapen en dan komt dat wel in orde. By the way, de vlog bestaat volgende maand 1 jaar. En het was elke dag opnieuw super tof. Yo! Nee. Was dat hier een worstenfeestje? Chance dat die hier niet vast werd. Land in zicht, want we gaan met de ballen spelen. Dan ben ik echt kot van de geur. Hallo! Je had de brug niet gezien. Maar dat is een beetje zoals met buschauffeurs. Ja, ja, ik zie me goed. Ja, ja. En Jalini zegt, pannenkoekjes kunnen hebben. Valt heel goed mee. Wat een mooie ogen. Voorzichtig op de baan, hè. Waar kun je dat vullen? Ben ik nu een filmpje aan het verpesten? Ja, kan ik nog ruilen als het... Nee, het is open, hè. Lijkt toch een beetje op een theelichthouder of zoiets. Hello. Dat betekent echt heel veel voor mij. Dus eigenlijk moeten ze me een keer vragen of een beenhouwer of bakker of zo te zijn. Ik vond dat wel al cool. Ik kom uit Limburg, ik weet van niks. Pintje, mannen. Cocktail met gember, veel gember en ook een klein beetje martini erbij. Luie cameraman Sander. Ik moet zeggen wat ik... Ja. Ja, ik vind het wel netjes geportreerd. Tot die microfoon onder hun neus zit. Hey, merci voor de lift, hè. De dildo van Jay Vleugels gaat zoeken. Het kan best wel chill zijn. Ogen dicht. Hij is een tanden. Hallo. Moet ik hem niet aangeven? Gaat het lukken? Ja, dat mag wel. Tot ziens, hè. Als je dacht dat ik het vergeten was, ben het niet vergeten. Ik heb meer dan 1000 abonnees op mijn YouTube-kanaal. Super, merci daarvoor. Speciaal voor mijn 1000 subs heb ik iets laten maken en iedereen krijgt er eentje. Het enige dat je moet doen is geabonneerd zijn op mijn kanaal. Als je dat nog niet gedaan hebt, gewoon even klikken op abonneer. En dan op de link in de beschrijving hieronder klikken en mij gewoon laten weten naar waar ik dit moet opsturen. En ik heb er genoeg. En zo zijn je helemaal klaar voor de zomer en de festivals waar we elkaar misschien wel een keer tegenkomen. Dus klik vlug op abonneer en op de link in de beschrijving en dan fixen we dat zo snel mogelijk. Vond je deze video leuk? Geef zeker een duimpje omhoog. En als je iets wilt weten, zeggen, vragen, whatever, kan hieronder ook in de comments. En zondag is er een nieuwe vlog. Tot zondag. How low can you go? Yeah. How low can you guys go? No. No. Yes. No. Yes. And you? This, I guess. Dus blijkbaar kunnen die super laag, maar ik niet. Maar ik moet wel meedoen. Sta hier.